naar deze nieuwe video. In deze video gaan we daglang alles eten en kopen wat roze is. Yes, we hebben het al een paar keer voorbij zien komen. En zoals je ziet zijn we eigenlijk al helemaal in het thema. Maar ja, we dachten, we geven onze eigen draai eraan. En dat gaat als volgt. Het is het begin van de middag en we gaan straks lekker de stad in. Het is lekker weer, dus we gaan gewoon leuke dingen doen. Alleen dan met een andere draai. Ja, we mogen namelijk niet zelf kiezen wat we gaan kopen. Nee, we gaan een winkel in en het eerste dat we zien dat roze is, moeten we kopen. Ja, dus of het nou mooi is of niet, we moeten het gewoon kopen. In de supermarkt is het misschien een beetje anders, omdat daar heel veel roze is. Dus het houdt in dat we voor het eten niet het eerste kopen wat we zien. Dan gaan we wel gewoon even... ja, kopen wat handig is en wat lekker is en zo. Maar voor de kleding gaan we wel echt eerst kopen. Ik ben echt benieuwd, want roze is op zich wel gewoon een leuke kleur. En meestal is het ook best wel lekker zoet is meestal roze eten. Ja, snoepjes en zo. Ja, ik weet niet of er iets heel gezonds roze is. Nee, echt niet. Dat is weer leuk. Ik denk wel echt dat het qua avondeten wel echt super lastig gaat worden. Want roze is eigenlijk echt alleen maar suikerspin, snoep, cake, snoep, ijs. Ja, ik ben benieuwd. Ik weet echt niet hoe we... Nou ja, wij kunnen dit wel. Ja, jammer genoeg vinden wij snoep en ijs allemaal echt niet lekker. Ja, ik vind het zo jammer dat ik mijn broccoli niet kan eten. Ja. Dus vandaag is alles roze. Maar voordat we gaan beginnen, vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. En abonneer natuurlijk allemaal op ons YouTube kanaal hier beneden. En dan gaan we nu naar de stad. En ja, dit wordt een roze dag. Starbucks? Oh yeah. We staan dus nu op het Leidseplein. We waren met de tram hier naartoe gegaan. Maar ja, we dachten, we hebben al zo vaak aan jullie laten zien dat het vandaag niet meer hoeft. Maar we gaan dus nu eventjes lekker beginnen. En hier is ook wat H&M en Yamin. En Starbucks. We dachten, we kunnen misschien zo'n roze mystery drankje halen. Ja, dat is een vraag van Make Something Pink voor ons. Ja, best wel leuk. Ja. We kunnen het proberen. Het is dus het begin van de middag. Ontbijten lukt het vanochtend niet, omdat ik bijles had en ik weet niet wat jij had, maar je had waarschijnlijk ook wel iets. En we moesten alle twee leren. We hadden morgen wiskundeproefwerk. Dus ja, dat werkt ook niet echt mee, maar we gaan gewoon nu beginnen. Ja, dus let's go. En we gaan morgen dan ontbijten. Ja. Hey, nou, we zijn dus voor de H&M nu en we dachten, we gaan hier gewoon gelijk naar binnen. Deze roze trui is ook van de H&M, dus we hebben vast wel wat leuke roze. Deze trui is echt super leuk. Dit is echt letterlijk het eerste roze wat we zien moeten kopen. En ik denk nog wel wat. Ja, ik ook. Maar let's go! We hebben het gezien. Oh. Oh, dit is zo mooi. Dit is dus het allereerste wat we zagen, het oud roze. Ja, ik zou het nooit meer kopen. Maar we moeten het kopen, dus ja. Wow, waarom? Waarom nou? Daar is zo weer roze. Als we dat dan gewoon hier hadden. Ja, dan hadden we dat gehad. Dat is ook leuker. Maar ja, we moeten ons aan de challenge houden. Nee. Er is natuurlijk niet heel veel mis mee, maar ik vind het gewoon een beetje tuttig. Zo alleen zo'n hartje en ja, ik weet niet. Ik hou er niet heel erg van. Nee, ik ook niet, maar in ieder geval mochten we niet vloggen in de H&M. Maar we hebben het gekocht. We did it. Woo! Eerste roze item hebben we. Oké, nu laten we in één keer naar de Starbucks doorlopen. Ja, cool. Daar is de Starbucks al. Oké, we gaan het gewoon vragen. We gaan gewoon vragen. Geef ons twee hele bijzondere, verschillende roze drankjes. Geef ons maar iets cools. Ja. Laten we misschien twee verschillende roze drankjes maken. Ja, gewoon alsjeblieft maar. Met gewassen. Ja, ze gaan dus twee verschillende roze drankjes geven. Ze kunnen het wel maken. Oh my god, er is geen drankje. Ik heb nog nooit zo'n roze drankje gezien. Wow, maar ik heb het normaal nooit... zijn ze echt hallo, een soort van heel licht roze. Ik heb het nog nooit gezien. Thank you. Oh my god, ja. Yes. Oh. We hebben niet twee verschillende gekregen. Ja, jawel, jawel, want deze is kleiner. En echt fel roze. Dit heb ik nog nooit gezien. Oh. Ik heb nummer, dit staat niet op het menu hoor. Lekker. Dus hij is normaal strawberry en cream. En dit is raspberry ofzo, hij is echt wel lekker. Dat is heel lekker. Dit drankje heb ik nog nooit gezien en hij staat ook niet op het menu. Dus ik denk dat ze het speciaal hebben gemaakt. En deze staat dus niet op het menu, want ik heb hem nog nooit gezien. Het is zo lekker, het is dus framboos met ik denk melk ofzo en slagroom. En zo lekker zoet, er zit ook nog iets anders in. Ja, normaal is namelijk strawberries en cream als frappuccino. Maar dit is dus iets met raspberries en het is echt super lekker. Heel lekker. Ik ga dit apart gaan bestellen als ik iets wil. Dus stond natuurlijk niet meer wat we tegen gaan komen qua roze. Dus ik dacht, ik ga gewoon gelijk lekker alleen min wat harder voor vanaf. Oh, maar dat is wel echt heel veel roze. Ja. Dus moet je goed kijken. Want goed nee, kijken. Ja, maar doe je nu ook dat we dan het in één keer... Nee. We gaan nu gewoon echt kijken wat we lekker vinden. Oké, okay, let's go. Kijk, ik word hier dus heel gelukkig van. Allemaal Skittles. Wat is dit? Oh nee, moet je het zelf maken. Oh, het zal wel leuk zijn. Ziet er wel leuk uit. Misschien is het wel leuk.
om te doen. Raspberry marshmallows. En je hebt hier ook roze prawn cocktail Pringles. Maar zijn niet echt roze, die zijn niet roze, echt zelf. Oh, oh my god, ze hebben pizza Pringles. Nou, maar die zijn gekker. Oh, maar die zijn niet roze, maar die wil ik eigenlijk wel. Ja, Jean en ik houden wel heel erg van kauwgom. En weer een roze kauwgom. Ja, yes. Luca, die heb ik nog nooit gegeten, jij? Ja, ik wel, dat is heel waar. Oké, dan nemen we deze mee in ieder geval. We gaan nog even verder kijken. Oké, ik zie ook allemaal drinken hier. Pak die onderste, die lange. Fruit punch en iets anders. Oké, zullen we deze meenemen? Ja, maar ik heb er nog niet heel veel zin in, maar dat kunnen we later vanavond nemen. Ja. Nee, wacht, dan nemen we even een mandje mee. Nou, we gaan er all the way voor. Oh, het is wel cool, het roze. Ik wil eigenlijk ook wel roze Oreos, maar dat hebben ze niet, denk ik. Oh. Zullen we wat roze snoep voor schatten? Ja. Hier, dan moet je hier zijn. Het is ook wel echt roze. Ja, die, ook die, roze. Okay, dan ga ik wat zijn het, een soort van stokjes. Okay. Zullen we dit dan roze? Nee, dat is rood. Dat is echt rood. Maar die balletjes wel. Oh nee. Ja. Oké, laten we maar stoppen met dit. Oké, ook met de verpakking roze, maar het is ook witte chocola met frambozen, dus dat is roze. Ja. Oké, nou laten we wat meenemen voor vanavond of voor vanmiddag of wanneer we het krijgen. Roze chocola. Nou, we hebben nu een beetje kleding gedaan en eten, snacks. Maar we hebben niet echt een roze make-up look. Ja, we dachten misschien kan de Mac ons eventjes een beetje roze oogschaduw en wat lipgloss opdoen. Dat we, ja, nou, we kunnen het altijd beetje vragen. Ja, een we roze tintje natuurlijk op ons gezicht hebben. Ja, het zou wel leuk zijn als het kan. Maar we zien naar binnen. Best wel awkward dat we met de camera binnenkomen. Ja, we doen dus de make-up look. Maar niet de McDonald's alweer meer eten. Oeh, mooi. Als nu iets make-up eerste. Het eerste wat we roze zagen. Ja, dan zouden we een hele winkel moeten kopen. Nee, dan zou je. Hier is haar make-up studio. Daar gaan we vragen. Ja. Zie de highlighter. Het is echt heel mooi. Ja, kijk, we hebben allebei een beetje roze oogschaduw op en ik heb wat op mijn lippen. En jij ook, je hebt wat glans, ik heb meer roze. Maar jij hebt roze glans. En we hebben lekker highlightertje. Ja. Ook roze. Heel erg blij mee. We gaan straks ook lekker lunchen bij Vegan Junk Food Bar, maar we gaan eerst nog even één winkeltje in, denk ik. En we gaan natuurlijk roze lunchen. Hey. Hey. Op dit stukje zijn best wel goede winkels, namelijk de Dunkin' Donuts, roze donuts. Daartegenover is een British food winkel en daar hebben ze denk ik wel cornflakes, ja, voor ontbijt. Cornflakes en zo. En hier hebben ze volgens mij ook nog de. Wat zit er? Brandy Melville? Hallo. Oh ja, leuke schoenen, leuke roze schoenen. En ik ga vanavond gaan wij dus koken. Ja, maar wat? Roze, iets. Ja, weten we nog niet. We kunnen ook gewoon kleurstof bij gooien. En voor ontbijt denk ik gewoon een beetje aan cornflakes. Ja. Hier zit wel die unicorn, maar die is. Volgens mij paars, toch? Oh, ja, nee, is wel roze. Oké, we houden deze in gedachten. Ik hou hem even bij me. Ja, we moeten alle roze eruit halen, ja. Dat kan ook. Ja, dat lijkt me echt heel leuk werkje. Echt fantastisch. We mochten niet binnen filmen, dus hebben we deze gewoon gekocht. En echt super lekker. Maar gaan we, als we gaan ontbijten, want we ontbijten niet samen. Ja. Gaan we het roze eruit pakken. Ja? Ja, we gaan eens hier de Brandy Melville in en het eerste wat we zien, moeten we dus kopen. Maar hier is bijna dat roze, toch? Wel. Ik weet niet. Oké, ik heb het eerste gezien. Hier. Het is echt een topje dat ik zou kopen toen ik zet was. Waarom doen we dit? Oh my god. Waarom doen we dit? Wij zien ook precies hetzelfde. Hetzelfde. Dat is ook wel leuk. Lekker. Wij pakken dit. Oh,
niet mooi. Ze hebben zoveel leuke dingen. Ja, echt veel leuke roze dingen en zo. Maar wij hebben dan nou weer net het minst wat ik in de hele winkel heb. Ze waren echt oprecht gewoon. Ja, hoe dan? Dat is gewoon jammer, maar ja. Het is gewoon zo. Ja. Dank u donuts, het is hiernaast. Dus we gaan gewoon lekker roze donuts meenemen voor vanavond. Ja, lekker. Echt heel veel eten voor vanavond. Ja. Dat zeggen we elke keer. Maar op een gegeven moment, en wij gaan koken, maar we hebben gewoon eigenlijk al heel veel aandoen. Ze hebben een leuk hartje. Die is roze. En deze, die strawberry rainbow. Het liefst had ik eigenlijk gewoon die red velvet of die gehad. Dat is een krasachtig iets. Nou, we hebben het. Oké, we waren echt zo van, nee, we gaan... Oh, eeuw, ligt het goed. We waren echt zo van, we bewaren het. Maar eigenlijk wil ik hem wel eten. Ik ook. Gewoon even een hapje of zo. Cheers. Zijn wel leuk. Zijn heel leuk, oké. Dit is een grote hap, joh. Ik heb een roze binnen. Zo lekker. Ik heb het ook echt al lang niet op, hè? Nog één hap dan. Oh. We gaan zo lunchen en dus die donut bewaren wij van, want anders hoeven we daar niet meer naartoe. En dat zijn zonde zijn, dus. Het is ook echt het perfecte weer om roze te dragen, want het is gewoon weer lekker zonnetje. Je kan weer een fris kleertje aan. Het voelt echt als zomer. Ja, hè? Maar het is ook wel weer in de schaduw, is het wel weer koud, hoor. Ja. We staan voor de lus. Oh, even overschrikken. Ik ben lang niet in de lus geweest. Nee, ik ben echt ook heel lang niet in de lus geweest. Maar we staan ervoor. Eerste roze wat we zien, moeten we doen, hè. Maar het moet wel in bad kunnen. Ja, ja, ja. Het is geen tandpasta of zo. Oké, wacht even. Ja. Let's go. Ja, dat is hem wel. Dat was gewoon de bedoeling. Ik wil ook wel een beetje een roze vorkje. Ja. Maar ja, ik ben echt zo'n zes. Die heb ik ook echt nog nooit gezien. Een soort van framboos. Het is dus gelukt bij Lush. Lush. Van de kop te Lush. Maar we gaan dus nu naar de Adidas. En misschien vinden we wel hele rare roze schoenen. Ja, of tof. Misschien wel ook wel weer een heel leuk roze trainingspak. Dat zou echt leuk zijn. Dat zou echt heel leuk zijn. We moeten natuurlijk het eerste roze zijn. Dus als we hele lelijke roze glitters doen, moeten, daar ben ik echt bang voor. Ja, die had ik gezien, hè? Ik hoop echt dat ze die nu zien. Dat zou ik heel grappig vinden. Ik hoop echt niet dat we die zien. Oké, maar we gaan naar binnen. Allemaal oranje. Ja! Is dat roze? Oh my god, we hebben echt geluk, hè? Oh my god, is dit roze? Vind je het goed als roze? Ja, het is wel oud roze. Oh, wat mooi. Het is eigenlijk het eerste roze wat ik zag. Oh, gelukkig, daar is daar staan die schoenen een stukje verder. Kijk. Ik bedoelde eigenlijk deze. Dat ik dacht, oh my god. Kijk. Wacht, ik ga ze even pakken. Oh, gelukkig staan die niet in het begin van de winkel. Ja. Dit is wel roze. Ja, het is wel zo roze. Maar gelukkig staan die pas hier niet aan het begin. Nee, we hebben dat pak gezien. Oh, maar die slippers vind ik wel leuk. Oh. Maar ja, dat zag als eerste. Dus dat moet ik ook bij. Ja, en dat vind ik niet zo erg. Oké, dit is het mooiste licht hier, maar prima. Ik heb dus zo'n broek en een jasje. Ik moet nog even kijken welke maat. En hebben we een rolpak. Ja, dus dan hebben we iets roze gekocht in de Adidas winkel. En het is, ja, ik tel het wel als roze. Ja, het is wel roze. Het is soort van een beetje oud roze, maar wel heel leuk. Dus, yes. Pak. Helemaal top. En ja, ik had ook een schoenen had ik ook leuk gevonden. Ja, maar we zagen geen roze schoenen gelijk. Nee. Deze, hoe leuk zijn deze? Pak ze. Ja, ja, dan vind ik dit allemaal top. Dat is echt heel grappig. Oké, let's go to the vegan. Ja, we gaan nu even. Alles is echt helemaal een kleur. Het eten, alles. Ja, ik heb ook echt zin in. Zwarma. Ja, zo gek. Maar het is wel vegan, dus het is wel gezond. Ja. Hey, wie had dat verwacht? Nee, maar wie had dat verwacht dat we nog iets gezonds rozigs gingen eten? Ja, dat had ik niet verwacht. Nee, dat niet. Oh, ik vind die make-up echt mooi. Het geeft echt een beetje een glitter. Een glow-up. Een glow-up van de day. Yeah! Yeah! Oké, nou, het zit dus daar op de hoek. En ik ben echt heel erg benieuwd, maar het moet dus echt super lekker zijn. Ja, het ziet er echt leuk uit, hè? Met allemaal roze letters. Het is ook echt roze, hè? Maar echt precies dezelfde kleur roze als onze trui in die tafel. Ja. Oké. Kijk hem nu ook. Oeh, red velvet cake. Oeh, red helaas, niet pink. Dus we gaan nu lekker lunchen en daarna boodschap doen bij de Albert Heijn voor vanavond eten. Nou, dus geen snoep meer, maar echt avondeten. Echt avondeten, hè. Probeer het zo gezond mogelijk te maken. Yes. We try, misschien met bieten. Nou, dit is toch een foto. Ja, het is perfect. Cool. Maar we zijn gewoon hier camouflage. Ja, echt, hè. Zien we nog? Ze hebben echt een super.
super lekker menu. We gaan ook een roze cocktail bestellen en een roze vegan shawarma broodje. Ja, hij had ook letterlijk pinky shawarma, dus dat betekent... Waar staat hij? Oh, hier. Dus dat betekent dat hij ook echt on a pink bun en het is allemaal pink aioli en zo. Dus het is allemaal roze. En we hebben ook een roze cocktail uitgezocht. Ja, is dat unicorn? Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Met vrijdag kunnen ze ook echt denken van de bak. Ja. Zij zijn helemaal roze. We hebben dan onze roze maaltijd. Ja, het is wel echt roze. Kijk, die saus en het broodje en het drankje. Dat is wel goed hoor. Cheers. Is dit geen pink challenge? Dit is big to be nee, dit is gewoon top. Super groot, dus we hebben het echt alles helemaal samen. We hadden echt niks samen moeten delen. Ja, we hadden echt moeten delen, maar dat is van tevoren natuurlijk niet. Dus we gaan nu nog wel even zo'n lekkere cocktail drinken. En dan gaan we naar Noordwijk kijken wat we vanavond gaan eten. Maar daar kan ik nu echt nog niet aan denken hoor. We hebben een beetje knoflook in het eten, is natuurlijk best lekker, maar je mond gaat er een beetje van stinken. Dus het is tijd voor kauwgom. En dan normaal neem je natuurlijk mint, maar. Nou ja, neem je dubbel shoot. Ja. We zitten op terug bij make a rap using these words. Horseshoe, boeboe, boeshoe en kangaroo. Ja, gaan we even knieën. Kangaroo. Horseshoe, boeboe. Nou. Zijn we weer buiten. Daar zijn we weer. We hebben heel lekker gegeten. We gaan even naar de Albert Heijn. Dus avondeten halen. En dan gaan we even terug naar huis en even chillen. En dan gaan we koken met Jade en Gina. Het wordt nog leuk. Wat kopen. Echt dat ze iets gewoon kant-en-klaar bossen hebben als ik eerlijk ben. Ja, gewoon dat is zo'n kant-en-klaar bak. Als je het in de magatron kan flikkeren en dat het klaar is. Ja. Nou, wij dachten, we gaan lekker naar de Albert Heijn. Maar hij is weg opeens. Hij is weg. Nooit naartoe geweest. Moet zo'n keer. Is hij weg? Hebben wij weer. Hebben wij weer inderdaad. Maar dan gaan we wel naar die op het museumplein of zo. Die is heel groot. Daar hebben ze echt wel iets roze. Ja, dat hoop ik ook wel. Weet. Anders gaat het ergens echt helemaal fout. Ja. Oké, we zijn dus aangekomen bij de grote Albert Heijn. Ja, en hier hebben ze denk ik wel... Ja, ik hoop dat we hier wel iets kunnen vinden. Ik denk het wel. Ja, want deze is zo groot. Als er hier niks is, dan is er echt nergens iets. Nee, want bij onze Albert Heijn... Die is echt super klein. De roltrap is kapot. Oké, we zijn er weer een half uur verder. We hebben even een pokkend gelopen. Ja, want we waren dus bij het museumplein uitgestapt. We kwamen dus gewoon veel met de Albert Heijn in. Want we dachten, ja, waarom niet? Gewoon leuk, weet gewoon je wel. Ja, dus ik wou in die wagen stappen. Opeens een beveiliger. Kan je filmpje niet voor mij inbrengen? Kan je weggaan? Ja, is natuurlijk wel beveiliger. Ja. Maar we gaan dus nu naar onze eigen Albert Heijn, heel dicht bij ons. Ja, waarvan we al zeiden van, nou, die is lullig, klein. Dus uiteindelijk bij de derde Albert Heijn gaat het ons lukken om eten te scoren. Dat is nu framboosje, want het is roze, roodachtig. Nou ja, we noemen het voor nu even roze. Ja, want ze hebben echt bijna niks. Ze zouden nog te kijken naar maaltijdsalades, maar het is er gewoon niet. Ja, vlees... Kan, maar nou, we dachten dus zalm, maar Gina eet natuurlijk geen vis. Nee, dus het werkt ook niet mee. Zit misschien pannenkoeken. Ja, dat vind ik. En dan met kleurstoffenrols maken. Oh, dat vind ik best wel een goed idee. Dat vind ik ook. En best wel goed idee. Laten we dat gewoon doen. Wel voor bij het ontbijt, je mag natuurlijk geen melk. Nee, dus moeten we misschien iets van aardbeien. Yoghurt. Oh, waarom? Yoki. Ik zit er nu ook echt even doorheen. Dat ik denk van ja, sorry, maar. Even niet. Nou, is goed, neem je maar. Hier zie je het wel. Ja, dit is wel licht roze. Toen we het op de band legden, was het van, oh, het ziet er heel anders uit dan bij de Yummy. Ja, maar dat is ook wel logisch natuurlijk. Ja, dat snoepwinkel, dat is alles ongeveer chemisch. In ieder geval, we gaan dus nu lekker pannenkoeken bakken. Dat het wordt ook, allemaal roze. Dit kan ook niet mislukken, weet je wel? Nee, gelukkig niet. Nou, kan. Als we het pak niet goed schudden. Oh ja. Hallo, welkom to our cooking show. We gaan dus eigenlijk, ja, we kunnen wel zeggen koken, maar eigenlijk gaan we een beetje bakken. Dus koken met Jade en Gina. Yay, oké, zullen we eerst alvast wat kleurstof erin doen? Nee, ik zou het bij de melk doen. Nou, ik denk dat we nog wel even... We komen er, maar dit is nog, dit zit vast, dat is dan meel. Chips! Oh nee!
van jullie. Oké. Okay. Misschien moet je de pan aanzetten. Misschien. Misschien handen. Stop. Nu kan ik niet snijden. Ik weet niet of dat goed is. Stop, nu kan ik niet snijden. En we kunnen wel alvast, terwijl de boter smelt, de slagroom roze kleuren. We hadden zo'n spijt, maar ja, die kan je niet roze kleuren. Oh, oh nee, ik dat zou... Zet in de reacties of wij een kookprogramma moeten. Oh, wat mooi! Ah! Boter verbrand. Er komt allemaal rood van op. Aan de kant, ik ga het erin gooien, het is tijd. Oh, zo'n rood klopt terug. Maar niet uit. Tada! Oké, dit gaat ook wel de goede richting op. We moeten hem alleen een beetje opscheppen. Het lukt niet. Oh. Maar het zit vast. Maar de eerste mislukt altijd. Holy shit. Ik heb al heel vaak pannenkoeken gebakken, maar nooit met boter. Nee, dat is echt waar. Ik doe dat met olie. Heb ik geen olie. Jij hebt bankboter. Zonnebrandolie. Nee, bankboter. We fucked up. Nee. Willen jullie dit echt vaker zien? Laat ons weten. Maar ik denk het niet. Ik denk dat ze zo depressief van me. Zo denk van wat er gebeurt hier. Hij is een beetje een zwarte food challenge. Hij is ja, maar hij is nu wel heel warm over, dus de volgende lukt nu. Ik heb nog twee. Het gaat goed. Het roze eten slaat een beetje toe op onze hersenen. Maar het is rood. Heb je de rookmelder gaan straks staan? Dit wordt ons avondeten. Ja, fijn. Dus allemaal duimpje omhoog doen, omdat wij nu een lekkere maaltijd hebben gemist in ons leven. Ja, misschien wordt het wel lekker. Hi. We drinken dus roze limonade en ik hoop echt dat hij nu ook weer voor de camera blijft. Want ik ben echt zo die knult. Er is nu alle pannenkoeken er een gebouw van gemaakt. Ja. Dus we hebben hier de slagroom. Kijk eens. Nee, hij is niet eeuw. Hij is echt heel lekker. Een mooie roze. Dus we gaan het er nu even een plop op doen. Je bent toch zo'n joke of zo. Dit is echt groot. Moet je hier doen. Nu gaan we aardbeienzaus doen. Dat is ook wel goed. Zo kan het ook gewoon. Ja, ik zie dat er. Je ziet dat er een pink food challenge bij ons heel goed lukt. We vinden het niet lastig. En we vinden het super leuk om in de mug. Super leuk om te doen. Nee, ja, oh. Dit is dus ons avondeten eigenlijk. En ik denk echt dat het best wel lekker gaat zijn. Nee, eigenlijk denk ik dat het super vies gaat zijn. Maar dat wij wel lekker loopt niet. Het ruikt zo vies. Nee, niet normaal. Oh, ik wil het echt proeven. Waarschijnlijk is de helft rauw. En, ja, want ik denk niet dat het helemaal gaar is. Nee, dat heb ik goed ingeschat. Maar ja. Oh, pech. Nee, helemaal niet. Kijk. Nee. Het is echt heel lekker. Het is wel een beetje rauw. Het is een beetje trouwens, maar het is wel lekker. Nou, het is dus echt een aanrader. Pink food. Ik vind het echt super lekker. En je hebt gewoon een beetje longdekken nodig. En dan komt het allemaal wel goed. Nou, ja, hè? Dat zag je. Een beetje gebeld. Als deze pannenkoeken jullie lekker lijken, best wel oké, zijn ze. Doe dan zeker een duimpje omhoog en laat ons weten in de reacties wat ze ons misschien een keertje wil zien koken. Zo bang dat je wat gaat doen. We willen heel snel een kookvideo opnemen, want ik vond het echt het grappigste uur uit mijn leven. Dus zeg wat we moeten koken. Het moet extreem zijn en niet gezond of zo. Geen pasta of zo. Gewoon ongezond. Hierna ga ik ook weer naar huis en dan gaan we allebei leren en dan gaan we dus apart chillen. Niet samen, sorry. Nee, eindelijk. Oké, nou, ik zit nu dus in mijn kamer en ik ben al een tijdje natuurlijk weg bij Jean. En ik ben nu eventjes aan het leren. En, nou, ik dacht het is nu even tijd voor een snack. Dus ik heb even deze Fanta, Gina en ik heb het allebei verdeeld. Ik heb deze. Dat is het langwerpige blikje en ik weet niet, er staat hier op lychee. Nou, niet, je kan het niet helemaal lezen, maar er staat dus van lychee. Dus ik denk dat het lychee-achtig is en ik vind dat super lekker. Dus hopen dat dit ook lekker is. En ik heb een Tony Chocolonely.
Jade is al een paar uurtjes weg. Na het avondeten was eigenlijk gelijk weggegaan. Want we moesten alle twee nog leren. Dus ik ben er nu aan het leren voor wiskunde. En ik heb daarnet wat te drinken gehad. Dus de Fanta Fruit Punch. En ik zie hier met watermeloen en aardbei. Oh, de camera ziet minder goed. Maar het is echt chemisch roze. Oh my god. Dit is zo lekker. Dit is zo lekker. Oh, dit is echt top. Nou, ik weet dat deze roze is, maar ik heb hem heel lang niet gegeten. Dus we gaan hem dan weer eventjes openmaken. Kijk. Dit noemen we wel roze. Oh my god, het ziet er ook allemaal zo grappig uit. Allemaal roze. Er zit knettersuiker in en framboos. Hij is ook echt wel roze van binnen. Ja. Deze is wel lekker, maar inderdaad niet mijn favoriet. Ik hou meer van de melkchocola. Dit is lekker. Top. Nou, dat ga ik dus nu even lekker even een snoepje. En wat drinken. En nog even verder leren. Want ik moet nog echt super veel doen voor wiskunde. Want ik heb morgen wiskundeproefwerk. Maar in ieder geval, misschien ga ik zo even in bad. Ik weet het nog niet zeker. En dan ga ik lekker slapen, want ik ben best wel moe. Ik ga nu in bad en dan neem ik nog wel wat chocola. Ik heb hem er gewoon lekker naast liggen, maar ik ga hem niet helemaal opeten. Want ik heb vandaag al best wel veel gesnoept. In ieder geval, ik ga dus in bad met de bruisbal die Gina en ik allebei hadden gekocht in de Lush. Dus die ga ik even in bad gooien en beter wordt het bad wel roze. Ik zie ook nog dat mijn make-up erop zit. Maar ja, die haal ik er later wel af. Oké, goedemorgen. Het is nu de volgende ochtend. En ik ben best wel moe, want ja, ik ben gewoon altijd moe in de ochtend. Wow, fel licht. Maar in ieder geval, dit is dus een soort van nog steeds een dag van de Pink Challenge. Maar we gaan straks onze laatste maaltijd, gerecht, of hoe je het ook wil noemen, ga ik eten. Ja, die eet het. Ik eet het apart. En we eten dus cornflakes. Roze natuurlijk wel. Het is nu ochtend en tijd voor het laatste roze eten. En dan ben ik eindelijk klaar met het roze eten. Terwijl die pannenkoeken gisteren waren best wel oké, maar er ging nogal wat aan vooraf. Gina en ik hadden dus afgesproken om alleen de roze eruit te halen. Want ja, blauw en paars is natuurlijk niet roze. Dus dat is wel echt een vervelend klusje zo op de vroege ochtend. Maar ja, we gaan het maar doen. En ik heb de aardbeienyoghurt. Alleen de fris die ligt dus bij Gina, dus die heb ik niet. Helemaal de pink vibe. Ik zal wel even laten zien in de spiegel. Kijk, dit pak van Adidas dat ik dus gisteren heb gekocht. En ik vind hem echt heel leuk. Wel gewoon met een normaal shirtje eronder met korte mouwen. Maar ja, daarvoor heb ik natuurlijk ook dit. En dan heb ik ook nog deze broek. En ik vind hem echt heel vet. Ik vind dat hele pak echt heel leuk. Ik ben wel echt super moe en ik heb vandaag ook nog eens een wiskundeproefwerk. En dat vind ik echt afschuwelijk. Ik haat wiskunde. Ik kan het niet. Oké, er zit genoeg roze in zoals je ziet. Veel meer roze dan paars en blauw. Ja, ik zit aan de ontbijttafel. En hier is dus alle, ja, eigenlijk alle roze ontbijt essentials. En we hebben dus eerst natuurlijk de cornflakes nodig. En er zitten dus verschillende kleuren in. En ik moet dus alle roze eruit gaan vissen. Nou ja, dat is natuurlijk niet het beste werk ooit. Normaal ontbijt ik dus gewoon met, ja, klinkt misschien niet heel lekker, maar het is wel heel lekker. Met oatmeal en dan met allemaal vruchtjes en kokos dus en muesli, echt best wel lekker. En dan hebben we nog Christy, dat kan ik erbij doen, maar ik twijfel, want ik kan ook kesseryoghurt erbij doen. Kijk, die is echt veel roze. Nou ja, heel handig, ik ben nog niet helemaal wakker. De smaak is ook Magic Cupcake. Ja, dit is wel echt de ultieme kinderdroom die ik vroeger had, maar ja. Deze ga ik meenemen naar school. Hij is, ja, hij is niet helemaal roze, maar zo ongeveer wel. En dit, eigenlijk, nou, dit is het nog klaar, maar ik dacht, ik neem nog even een leuk drankje mee. En roze kauwgom, en die is echt fel roze, maar het is wel echt super lekker. Geen goed werkje voor mij, want ik ben zo onhandig met dat soort dingen. We gaan er wel helemaal voor, als je het goed moet doen. Ik denk echt niet dat ik het lekker ga vinden. Kijk even hoe zoet, dat is toch niet normaal voor in de ochtend. Nou, het is best oké. Persoonlijk heb ik toch liever mijn oatmeal, maar... Nou, ik ga deze nog even opeten. Nou, helemaal opeten weet ik niet, want ja, oké. Ik weet niet, ik kan niet zonder ontbijt de deur uit, maar ik vind het ook niet super lekker. En daarbij is deze challenge dan eindelijk voorbij. Op school kan ik gewoon lekker weer
eten wat ik wil en hoeft het niet roze te zijn. Dus ja, dat is super fijn. En nou, challenge geslaagd. Dus het was zeker niet de gezondste dag, maar ik vond het wel echt super leuk. Omdat ja, je moest gewoon echt letterlijk overal opletten wat roze, wat niet roze. En met het avondeten vond ik nog best wel lastig. Maar dat vond ik uiteindelijk denk ik wel het leukst om iets zelf te maken. Ja. Oké. Okay. Ah. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Nou, dit was een dag lang alles eten en kopen en koken wat roze is. Yes! En ik vond het echt super leuk om op te nemen. Ik vond het een hele grappige dag. Maar ik ben toch wel een beetje klaar met dat roze. Ja, ik ook. Geef mij nu maar gewoon geel. Ja. Volgende keer. Oh, een week lang. Alleen maar patat en zo. En chips. Oh, geel is echt een goede kleur. Ja. Waarom heb je geel gedaan? Roze was wel natuurlijk wel een hele leuke kleur om te doen. Maar er was eigenlijk echt niks gezonds in het roze. Alleen maar snoep. Ja, snoep. Ja, we dachten, oké, dan gaan we wel wat gezond koken. Nee. Maar uiteindelijk met pannenkoeken. Ik vond de roze lunch wel echt heel erg leuk. Dus het vegan broodje, de shawarma, dat vond ik wel echt heel erg lekker. En natuurlijk roze. Yes, en ook gewoon lekker in onze roze truitjes samen. Het was wel gewoon een leuke roze dag. En wat ons echt verbaasde was die Starbucks. Ja, dat vonden wij zo leuk. Dat we een soort van iets hadden wat gewoon niet op de kaart stond. Alleen het roze dat we moesten shoppen was niet dat je dacht, oh my god. Dat is super leuk. Behalve het Adidas pak, die was wel echt super leuk. In ieder geval, vonden jullie deze dag leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk allemaal op ons YouTube kanaal. En laat zeker weten of we nog een keer een dag lang in een bepaalde kleur alles moeten eten en kopen. Bijvoorbeeld een dag lang zwart eten, een dag lang geel eten, een dag lang paars eten. Oranje, alle kleuren gewoon. Ja, noem maar op, maar niet turquoise. Dus blijf allemaal lekker abonneren en dan zien we jullie volgende week. Doei! Doei!